Nato Heru, die mag het afmaken. Daar is de doelpuntenmaker. Dat is Vermeulen, de verdediger, die voor 5-1 zorgt. Een kwartier in de tweede helft, hoekschop van Eijer. En Arjan Vermeulen komt boven iedereen uit. En is het inderdaad dus 1-1. En hoopt Vitesse dat het gezond is. En pal voor tijd wint Vitesse opnieuw. Want dit is Vermeulen, kaatselt met Cocu. Dat is een prachtig doelpunt. 1-2, Vitesse 16 wedstrijden op rij, ongeslagen. Bij Cambuur Deen Cenkberg meespeelde. Daar is die vrije trap van Lamers. Vermeulen is achterin. En die bal gaat er zomaar in. Het is uiteindelijk dus 2-1 voor de thuisclub Vermeulen. Dat is de eerste in de tweede helft van Cocu. En bij de tweede paal Vermeulen 2-0. Meteen naar rust.